Ik zit met mijn voet op die bobine hier, man. Wat een wakker. Ja, daar zijn we weer met de runner. Zeg maar met 180 cc. Ja, ik heb geen sleutelvideootje gemaakt of zo. Maar ik heb wel een nieuwe feestnader opgezet. In 15 gram rollen, maar die waren voorraad bij de scooterzaak. Want ik heb ook 12,5 gram rolletjes besteld. Die komen binnen. Ik heb een spruitstuk besteld. Ik heb hem, wat heb ik nog meer besteld? Een poelie trekken. Om die vliegwiel eraf te halen. Heb ik besteld. En ik heb een bobine besteld. Want de ontsteking is niet goed. Ik heb geen goede ontsteking. Hij knalt. Ik heb nu de bobine even tijdelijk rechtstreeks op de aarde aangesloten, zeg maar de min van de accu. Ik dacht, misschien is de aarde niet goed. Wacht even op. Oh, wat is warm, joh. En ja, het is gewoon niet goed, joh. Het is gewoon niet goed. En ik kan maar zo zijn. Kijk, ik denk zelf dat die CD kapot is. Gisteren was ik hiermee bezig. Ik heb deze kapper afgehaald. Maar ik kon die vliegwiel niet loskrijgen, want ik heb geen vliegwieltrekker. Nee hoor, nee. Nee. Hij staat op opnemen hoor, trouwens, dan weet je dat. Jo, hoi. Nee, jo. Ja, mijn vrouw mag wel even die vliegwiel eraf halen, toch? Of niet? Maar ja, dat zal ze wel geen verstand van hebben, maar wel nodig. Jezus, domme. Heb je hulp nodig? Ja, die zal er wel verstand van. Ja, dat weet je niet, misschien heeft ze er wel verstand van. Zal wel zo kunnen, ik weet het niet. Maar in ieder geval, ik heb nu geen hulp nodig. Ik zeg alleen van, ik moet even wachten op die onderdelen. En dan kan ik gewoon weer rijden. Maar wat ik heb geprobeerd is, ik wou gewoon even die 15 gram rolletjes proberen. Ja, daar heeft hij waarschijnlijk minder power, trekkracht van onderuit. Maar hij heeft wel een hogere topsnelheid. Hij heeft een keer dat hij de ontsteking liep, hij wel goed. In één keer trok hij in één keer door naar 140. Voor mij loopt hij nu wel 160 of zo. Weet ik veel. Dus het is gewoon even afwachten. Ik zal eens proberen te starten. Dan moet ik heel veel gas geven. En ik heb ook een andere bobine geprobeerd. Maar die is niet van een Gilera. Die is van een Yamaha TCDR. Maar dat werkt ook niet. Ja, hij loopt er wel op, maar... Kijk, ik heb ook wel eens gekeken dat die automatische choke die er op die capteur zit, dat die misschien aan blijft staan. Maar dat is ook heel raar. Want die moet er gewoon normaal gesproken tik 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 vonken. En dat heb ik gezien, dat doet hij gewoon niet. Voor mij heeft hij gewoon een naontsteking, dat die ontsteking overslaat. Nou... Kun je weer wachten? Ja? Nou, kijk, zo loopt hij nou. Dan zie je hoe die loopt. Ik zit met mijn voet op die bobine hier, man. Wat een wakker. En ik rij op een fietspad tegen het verkeer in, waar ik niet mag rijden. Maar ja, het maakt ook niet uit, je wordt toch ook... Het zal heel mooi rotzooi geweest, jongen, hoe je hier rijdt. Hoe niet dan? Ik rijd toch niet snel? Moet kijken, jou dat knalt. Ik zie, dat is gewoon geen goede ontsteking. Wauw. Jammer is dat, hè? Waar zou het dan aan kunnen liggen? Zou het aan de ontsteking kunnen liggen? Zou het aan de CDI kunnen liggen? Of zou het aan de bobine kunnen liggen? De bobine heb ik besteld. Dus ja, nou is het gewoon uitrollen. En niet rijden, ik ken niks. Ik kan dus gaan fietsen. De mazzel. En tot de next video.